Welkom bij deze atypische podcast over anders ondernemen en atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies Delmoitier, 40er, moeder van twee. En in 2014 ben ik bewust uit de rat race gestapt om ondernemer te worden. En de meesten kennen mij als het Antwerps freelance administratief wonder, maar ik ben ook ondernemerscoach, ik ben certified partner van teamleader, salesagent Benelux voor Amazonas hangmatten en hangstoelen en sinds 2020 heb ik ook een webshop. Je hoort het al, het is een heel atypische combinatie. En mijn missie is ondernemers inspireren, gelukkig maken, zichzelf leren kennen en hun beslissingen laten nemen vanuit hun waarden en normen. En hoe doe ik dat? Door structuren te creëren of aan te reiken die de werking van hun persoon of hun bedrijf ondersteunt en hun autonomie teruggeeft in de plaats van ze afhankelijk te maken. Ik doe dit op een doelgerichte, eerlijke, oplossingsgerichte, inspirerende en waarschijnlijk atypische manier. In deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord die ook anders hard werken. En met hen heb ik mega inspirerende gesprekken. Ik maak ook af en toe een Ask Annelies Anything aflevering, dus heb je een vraag? Stuur maar door. Veel plezier met deze aflevering. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wanneer jullie weer luisteren naar een aflevering van deze atypische podcast... En vandaag heb ik een gast uitgenodigd die ik al meer dan 20 jaar ken, is te zeggen heel goed haar ouders ken. En voor degenen die de laatste 20 jaar onder een steen geleefd hebben, Saartje van den Driessen. Stel jezelf eventjes voor. Ja, ik moet mij voorstellen. Het is dan vooral, hoeveel petjes heb jij op en waarom wil ik jou in deze atypische podcast... Wel, ik ben een bekend figuur, zullen we maar zeggen, in Vlaanderen. Dat is niet groot, maar toch. Want ik werk al 17 jaar als schermgezicht en tv-maker bij de VRT, meer bepaald bij de Zender 1. Ik heb daar heel lang de omroep gedaan, Vlaanderen Vakantieland. Ik ben dan doorgegaan naar meer actievere programma's, zoals Op de Man Af, Beweeg in uw kot en Saar in het Bos. Dus heel uiteenlopende programma's heb ik al gemaakt. Maar ja, daarnaast ben ik ook nog mama van een dochter van 13, Mille. Een grote natuurliefhebber en dierenvriend. Iemand die ook nog boeken schrijft, keynotes geeft. Eigenlijk ook heel begaan is met onze maatschappij, met de wereld. Je mag zelfs zeggen dat ik een beetje een natuuractivist ben. Ik ben enorm voor meer groen en voor meer bos in Vlaanderen. Daar sta ik ook wel voor. Inderdaad, zoals je zegt, Annelies, heel veel petjes. Ze noemen dat tegenwoordig een creatieve generalist. Ik zelf vind dat niet zo fijn, want ik zou veel liever mijn focus willen hebben op één ding en daar dan volledig mij op toeleggen. Maar jammer genoeg is mijn leven anders uitgedraaid. Voilà. Ja. In een notendop. Ja. Het was daar dat ik jou ook terug zag op de boekvoorstelling van die creatieve generalist. En ik denk, ja, ik kan ook niet anders. Jij kunt ook niet anders, dat zit in ons. Dus, ja, maar eigenlijk wil ik dat niet zo, want ik ben zo heel jaloers is een negatief woord, maar ik kijk wel op naar mensen die in één ding heel goed zijn, bijvoorbeeld heel goed kunnen zingen of volledig voor theater gaan of een instrument spelen of in het bedrijfswereld terechtkomen en daar echt hoge scores halen. Maar soms is dat heel vermoeiend als je heel veel verschillende pijlen hebt die naar alle kanten uitschieten. Ja, dan is het soms moeilijk om dingen af te maken en je focus echt wel gericht te hebben op resultaat. Ja, snap ik volledig, maar toch zou ik dan niet anders willen, denk ik. Nee, ja, natuurlijk. Ik begrijp het heel goed, want uw dagen zien er altijd heel gevarieerd uit. Hè? Ene dag sta ik op een set te draaien, de andere dag... doe ik online iets? Ben ik bezig met de brand als ambassador online? De volgende dag ben ik mensen aan het coachen voor meer energie te krijgen. Hè, want dat is eigenlijk waar ik mij ook wel heel hard op wil inzetten, om
mensen te helpen meer energie te krijgen en uw energetisch potentieel maximaal te optimaliseren. Hè. Dus ja, elke dag ziet er wel wat anders uit, maar los daarvan geeft dat ook een soort van onzekerheid natuurlijk. Hè, van wat gaat er komen, waar gaat het ons brengen en zo verder en zo verder. Ja, ja. Heel specifiek voor de luisteraars, Saar, waar kunnen ze voor bij jou terecht? Dus inderdaad die keynote-spreker, ja. Maar je hebt ook een programma, hè? Of een bootcamp zelfs. Ja, dus heel specifiek kunnen mensen bij mij terecht voor de Saartjes Bootcamp. Dat is eigenlijk echt puur fysiek om jezelf fit te maken en met voedingsadvies en met beweging. Ik geef dat eind oktober, van 23 tot 30 oktober, zitten we een week in Marbella. Daar zijn nog altijd plaatsen vrij, dus ze kunnen zich nog altijd inschrijven. En dat is wel puur echt een kickstart fitnessvakantie, ik zal het zo noemen. Maar los daarvan richt ik mij hier in Vlaanderen echt wel op het energetische, op hoe dat ze zich hun energiepeil kunnen verhogen door op voeding te werken, door op de mindset te werken en door op beweging te werken. Wij hebben binnenkort zelfs in november een try-out, een weekend, een try-out in de Lighthouse, waar we dus een weekend echt specifiek op het energetisch systeem gaan werken om dat zoveel mogelijk te verhogen. Want ja, ik hoor dat heel vaak. Mensen zijn vaak moe, zijn fitloos. Ze willen wel heel veel doen, maar ze kunnen niet, omdat ze een tekort hebben aan energie. Ik heb dat ook gehad en ik vind dat eigenlijk heel jammer, want het leven is te kort om moe rond te lopen, vind ik. En ja, als je doelen wilt realiseren, heb je energie nodig, de levensenergie. Hè. Je moet dat voelen stromen, je moet in de flow zitten, je moet de dingen aankunnen. En dan moet je natuurlijk op alle vlakken werken. En dat is zowel beweging als voeding, de slapen natuurlijk. En zeker ook de mindset. Want dat is hetgeen dat ik echt wel heb opgemerkt, is dat de grootste energielek bij de westerse mensen dat in het hoofd zit. Hè. Wij zijn heel veel bezig met ons hoofd. Wij voelen niet meer. Wij luisteren ook niet meer naar ons lichaam. Dus dat zijn eigenlijk zaken die wel heel belangrijk zijn. Check, check, check. Helaas. Ja, is waar, Annelies. Kom, zeg. Ja, ja, ik heb al meerdere malen in mijn keynote zien zitten, dus nu zou het toch al wel moeten dienen. Ja, maar het is nog niet omdat je het weet dat je het doet. Hè. En ook, ik heb je een boek bijna uitgelezen, Nooit meer moe. Dus ja, daar staat het ook in het lang en in het breed. Ja, voelen, voelen, voelen en dan effectief ernaar luisteren. Hè. Ja, en wat vond je van het boek? Super helder, ook heel hapklaar, ja. Even niet moeilijk. Nee. Maar ja, je moet het wel doen, hè. Het is niet omdat je het gelezen hebt. Ja, en het is veel, hè. Het zijn natuurlijk ook praktische tips, hè. Praktisch aan de slag gaan. Ja, als je als beginner dat allemaal over je heen krijgt, dan begrijp ik wel dat dat heel veel is, maar het is al goed als je stapje per stapje... Ja. Ik weet wel echt dat het helpt, want ik krijg veel reacties. En ook, ik doe ook één-op-één coaching, puur energetisch. Gewoon met mensen laten zien van wat is een goed voedingspatroon, bepaalde dingen klaarmaken, ook bewegen, hoe dat ze thuis die oefeningen kunnen doen. En ook op de mindset, we doen meditatieoefeningen, we doen ademhalingsoefeningen, dat je dus ook wel ergens een soort van rust kunt vinden. En ja, die reacties zijn eigenlijk echt wel... die maken mij heel blij. Ik zal het zo zeggen, omdat je ziet dat die mensen zo terug in gang schieten en mij dat ook laten weten van nou, ik voel me keigoed, ik voel me veel beter. Alles begint terug te stromen. Ja, dat is geen dat je natuurlijk moet hebben. Hè? Ja. Ja. Saar, wat ik iedereen vraag ook, is waarom wou jij eigenlijk onderneemster of ondernemer worden en niet gewoon lekker enkel alleen voor de VRT en klaar? Ja, dat is dus een hele goede vraag, vind ik. Want ja, ik vind van mezelf niet bepaald dat ik een ondernemer ben. Omdat ik heb een bepaald beeld van een ondernemer. En dat beeld is dat je voor een bedrijf werkt, een groot gebouw, en je daar opwerkt. En dat dat dan, bij wijze van spreken, de bedrijfswereld is gelijk aan het ondernemen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar ik krijg dat er heel moeilijk ingeprint. Ik ben natuurlijk ook een ondernemer, want ik creëer producten.
boeken en dat soort zaken om effectief te verkopen. Dat is ook een vorm van ondernemen. Ja, en dat is er stilletjes aan ingeslopen, omdat er altijd wel een honger... Er is een hele grote honger geweest naar toch altijd meer en een grote ambitie. En dan begin je altijd meer en meer dingen ook te zoeken van... Oké, wat voel ik? Wat wil ik? Waar wil ik naartoe? Dat is vaak ook vanuit een soort van passie of een soort van gemis. Daar komt het ook wel vaak. Of van iets dat in je leven gebeurt. En zo is eigenlijk heel mijn energieverhaal opgestart. Doordat ik daar zelf mee sukkelde. Dat ik dat heel erg vond. Dat dat mijn leven ging bepalen. Dat ik een zoektocht ben begonnen. Dat ik met die zoektocht ook effectief iets heb gedaan. Heel vaak gebeurt dat ook organisch. En je zegt niet zomaar ineens van... Ik wil ondernemer worden. Maar, Annelies, wat ook wel heel belangrijk is... Ik voelde dat ik niet altijd afhankelijk wilde zijn van andere mensen voor werk. Dat was eigenlijk een heel belangrijke drijfveer. Dus als mensen tegen mij zeggen van... Ja, nu even niet, je moet op de zitbank gaan zitten. Ik vond dat een hele moeilijke, want ik ben geen bankzitter. Ik ben geen reserve, ik ben een speler. Dus ja, had ik altijd het gevoel van, nee, dat klopt voor mij niet. Jullie gaan mij niet zeggen dat ik nu op de bank moet zitten en stiltjes moet wachten totdat er iets gaat komen. Dus dat gaf mij een enorme boost en een soort van strijd om dan zelf mijn werk te creëren. En van daaruit is er ook eigenlijk heel veel ontstaan vanuit een soort van gevecht, weerstand. Ja. Van nee, jullie hebben ongelijk, ik ga niet op de bank zitten. Maar ja, dat is misschien ook wel een klein beetje... De naart van beestje. Ja, en ik ken u nu al heel lang. Hè. Mijn ouders waren alle twee stonden in het onderwijs. Uw papa was toch ook zelfstandig? Of ja. Ondernemer? Hè. Dus eigenlijk ja. Wel van thuis uit meegekregen en toch niet. Inderdaad. Dus het zijn twee kanten. Dus mijn ouders zijn allebei West-Vlamingen. Dus daar zit al wel wat daar. Ondernemerschap in van mensen die vooruit willen in het leven, die enorm zoekende zijn. Langs de andere kant is mijn vader zelfstandige, maar die is advocaat, dus die heeft eigenlijk echt heel zijn carrière hetzelfde gedaan, namelijk zijn advocatuur. Maar langs de andere kant is hij wel ondernemer geweest door vanuit een passie. Hij was een zeiler. Hij had ook een zeilboot. En hij kocht eigenlijk altijd groter en groter. Totdat hij een enorm groot zeilschip had. En het gevoel had van, oké, ik kan daar wel iets mee doen. Dus daar werden seminaries op gegeven voor bedrijven. Er werden met bedrijven gezeild, met jongere mensen. Hij schakelde dat schip ook in om moeilijk opvoedbare kinderen te ondersteunen. Door een trip... Alleen door hem mee op zee te nemen, want dat heeft een hele mooie, rustgevende werking op de ziel. Dus ja, mijn vader is wel echt een ondernemer, omdat hij zijn hoofd ook nooit stilstaat. Hij zei altijd tegen mij van, je moet dit doen, of je moet dat doen, of je moet zus doen, of je moet zo doen. Dus het zit er wel in bij hem. Ja, ja. Misschien ook een creatieve generalist, wie weet. Eigenlijk. Wie weet, wie weet. Is er een ondernemer waar dat jij eigenlijk naar opkijkt of die dat u inspireert? Ja, er zijn wel wat mensen die ik volg en die ik wel enorm interessant vind. Omdat dat ook de dingen zijn wat mij ook vaak interesseert. Hè. Maar bijvoorbeeld Pascal Nasus is nu iemand die mij enorm heeft getriggerd. Omdat zij, ik kwam die eigenlijk 10 jaar geleden eens tegen, toen ik aan het draaien was op Vlaanderen Vakantieland en zij zat daar te eten met haar man, Paul Jambers. En ze was toen juist gestopt bij VTM. En ze zei, ja, zegt ze, het beste dat mij is overkomen in mijn leven is dat ik eigenlijk ben gestopt bij de media en nu is mijn leven eigenlijk echt begonnen. En ik weet dat ik er zo naar zat te kijken van, allee, geen media niet meer, dan stopt toch je leven, hè? En ze zei, ja, ik ben nu echt met mijn eigen projecten bezig. Er is niemand die zich moeit. Ik kan doen wat ik wil. Ik kan dat zelf bepalen. En dat doet zij ook. Hè. Ze bepaalt zelf hoe haar boeken er moeten uitzien. De layout, de tekst. Allee, ik ook wel. Maar ik laat mij ook wel vaak door de uitgeverij adviseren. Maar zij doet dat minutieus allemaal, tot in de puntjes zelf. En je moet zien waar ze nu staat. Ze heeft een enorme...
ja, community, zeg maar. Ze is dan met keramiek begonnen. En kijk, ze komt nu binnenkort zelf weer op tv met een programma over ja, keramiek, denk ik. Dus dat is wel iemand die voor mij ja, heel vaak bij mensen denkt van... Allee, er zijn heel vaak mensen die hun identiteit verliezen omdat ze stoppen met in de media te werken. Want ze zijn altijd wel gewoon geraakt aan die bekendheid en aan op tv komen, zullen we maar zeggen. En dat dat ineens wegvalt. En hoor ik heel vaak collega's zeggen van... Ja, maar ik kan niks. Allee, dat is het enige dat ik kan. Ik heb dat heel mijn leven gedaan. Maar ik ben niet zo. Ik ben eerder zoals Pascal Nasus van... Maar als dat zou moeten stoppen of vanuit een eigen keuze... Dan is er nog zoveel dat er in de plaats komt. En dan heb ik daar wel enorm veel goesting in om daaraan te beginnen. Lieve van Lommel is ook zo'n naam die ik enorm apprecieer van foodmakers. Omdat die is begonnen vanuit een ideologie. Pascal Nasus ook, hè, vanuit een... Er is geen gezond eten. Zie jij mij nog? Yes. Ja. Wij Westerlingen eten helemaal niet gezond. En ik wil daar iets aan doen. En je moet zien waar die nu staat. Allee, dat is ja, immens waar die met foodmakers nu staat. Die zit zelfs in Nederland bij de lijzen, overal. En die breidt ook uit. Die vindt zichzelf altijd opnieuw uit. Dan gaat hij ineens met velden beginnen. Waar hij dan zelfs zijn groenten teelt. Ja, dat spreekt mij enorm aan. Omdat dat is niet zo één ding. Dat blijft constant evolueren. En met Paul Horizonen van Greenaway is ook iemand die vanuit een ideologie is begonnen met... vegetarische burgers, hè, met vervangende vleesproducten, omdat hij zelf geen behoefte meer had om vlees te eten en vanuit een ideologie dat is beginnen te creëren. En elke keer opnieuw maakt hij nieuwe producten, heeft zelfs een prijs gewonnen van beste gehakte of nepgehakt, van alle nepgehakten, zullen we maar zeggen. En die maakt nu saucissen van bloemkool en zo. Ja, dat spreekt mij enorm aan, omdat dat mensen zijn die uit van een passie, vanuit een ideologie, business opbouwen. Maar ook wel goede business. Duurzaam. Ja. Heel veel aandacht voor het welzijn van hun mensen, enzovoort, enzovoort. Ja. Ja, ik kom zelf uit better, harder, faster, bla, bla, bla. En been there, done that. Ja. Toegekeerd en er zijn er meer en meer die dat effectief zeggen van het kan ook anders, hè? Voilà, met liefde voor de planeet, ja. En yes, voor de mensheid. Ja. Ja. Saar, ik vraag ook meestal, wat is er typisch aan uw beroep en wat is er dan atypisch aan u? Ja, ik vind dat wel dat vind ik nu wel echt moeilijke vragen, want wat is er typisch aan mijn beroep? Ja, het is zo uiteenlopend. Maar ik begin met atypisch, omdat dat ook de titel is van uw podcast. Atypisch aan mijn beroep is dat het over mij persoonlijk gaat. Ik ben het product, ik ben de branding. Dat heeft zijn voordelen, maar dat heeft ook wel soms echt zijn nadelen. Want je kunt dingen, als dingen niet lopen, kun je dat heel persoonlijk gaan opvatten. Van, oh ja, ze willen me niet, of dit of dat. Maar... Gelukkig ben ik oud en wijs genoeg om mij daarvan los te koppelen. Hè. Dus ik neem dat ook nooit persoonlijk als dingen niet echt in de juiste richting lopen. Maar jij moet wel echt jezelf gaan verkopen. En dat is veel moeilijker dan dat je bij wijze van spreken dvd's of zo verkoopt. Hè. Dat is nu niet meer aan de orde. Maar snap, dus ja. Dat gaat over jou als persoon ook vaak, of over uw expertise. En dat is eigenlijk atypisch. Hè? Bij het ondernemen gaat het vaak over een extern product. Of over een service, ja. Ja. Of over een service, inderdaad. Waarmee dat investeren in uw eigen ook mega belangrijk is, hè? Want jij bent jouw bedrijf, hè? Ja, dus ik doe heel veel... Dus ik ben nu bezig bij Duval Guillaume met een traject over mijn branding goed zetten. Waar wil ik naartoe in mijn leven? Hoe gaan we dat social media gewijs aanpassen? Dat zijn hele moeilijke denkoefeningen. Dat vraagt best wel wat tijd. Maar het is wel interessant om je ermee bezig te houden. En je hebt er geen benul van hoe dat je dat eigenlijk... fout kan doen. Ik heb zo heel veel aha-momenten gehad van ah, echt, really? Amai, ik heb dat al die jaren eigenlijk dan toch niet zo goed aangepakt. Dat zijn geen goedkope facturen, maar ook niet super duur, want maar
ja, dat is wel geld dat je eigenlijk in je eigen business investeert. In die zin van dat je natuurlijk hoopt dat dat resultaat gaat opbrengen. Hè. Ja, dan topman van Unison nu, Danny Van As, die zei vorig jaar op het topseminar dat als ondernemer moet je effectief keiveel investeren in jezelf. Want jij bent jouw bedrijf, dus die zou automatisch investeren in je bedrijf. Ja. En ik vind dan wel dat een goede is. Dus je bent goed bezig, Sar. Ja. Zeg, over aha-momenten gesproken. Wat was jouw aha-moment dat je dacht, of met de boeken of met de bootcamp, van ik ben echt wel keigoed met wat dat kan doen? Ja, dat je mensen echt kunt helpen. Dat mensen echt vragen naar je expertise en daar ook iets mee zijn. Ik bedoel, vaak denk ik van, wat dat ik vertel, iedereen weet dat toch al allemaal, maar dat is niet zo. Allee, ik bedoel, voor mij is dat allemaal logisch, omdat ik daar al zo lang mee bezig ben. En dat is gewoon gekende materie. En dan denk ik dat dat voor iedereen geldt, maar dat is niet zo. Snap je? Ik snap het heel goed, want ik heb hetzelfde over administratie, over computers. Voilà. En dat ik denk, allee, dat is natuurlijk zo logisch, maar blijkbaar niet. Maar wat ik bijvoorbeeld uit je boek geleerd heb, is dat piekeren een energielek is. Dat wist ik dus. Tuurlijk. Ja. Alles wat in je hoofd omgaat, dat is ook heel vaak negatieve gedachten dat je dan blijft herhalen. En dat vraagt allemaal energie. En ook van het feit dat dat dan negatief is, dat je de focus legt op het negatieve, ga je dat vergroten en ga je minder het positieve vergroten. Dus je moet dat eigenlijk direct counteren. Dat zijn moeilijke oefeningen. Ik vind dat zelf ook met momenten moeilijk. Maar het begint allemaal bij bewustzijn. Mm-hmm. Bewustzijn van wat gaat er in mijn hoofd om. Uw gedachten leren lezen en ook mindshiften. Yes. Ja, en dat is het moeilijke. Ik heb vorige week een pijnaanval gehad. Ja. Niet normaal. Combi waarschijnlijk van COVID en auto-ongeval. En ik had effectief mijn financiën bekeken en gezien van holy fuck, als ik blijf uitgeven als ik blijf uitgeven wat ik tot nu toe dit jaar aan het uitgeven ben aan freelancers en zo, en ik haal maar binnen wat ik dezelfde periode vorig jaar heb binnengehaald, ga ik stevig op verlies af. Nu, dat is niet erg, hè? Ik bedoel, daar ga je niet dood van, maar ja, je maakt wel een businessplan met andere gedachten. Je wilt winst. En ik ben effectief in een kramp geschoten. Pijn heeft overgenomen. En dat heeft 4 uur geduurd eer dat ik eruit was. Hè? Ah ja. Dus je fysiek heeft direct gereageerd op... Het is allemaal één energieveld. Hè? En het zijn communicerende vaten ook wel. Hè? Ik geloof heel hard ook zo in de energetische geneeskunde. Ik ga daar ook voor naar een vrouw die banen ook wel wat vrijmaakt. En ja, ik voel zelf welke grote verschillen dat er zijn. Dat je voelt dat je zo in elkaar zit, dat je vastzit. Ik voel dat dan. Dan ga ik bij haar, dan maakt die al die energiebanen los. Die zegt, ik heb ze allemaal losgemaakt. Die gaat zo over mij. Ik voel dat. Ik voel echt overal. Ik voel dat dan tot in mijn tenen. En die energie voel ik dan op mijn lijf duwen. En dan voel ik mij daarna ook effectief beter. Dus ook die banen en zo, die energiebanen. Dat is nu wel een stap verder. Niet iedereen zal daarin meegaan. Maar dat is niet zo erg. Maar zo ook die energiebanen moeten heel vrij kunnen stromen. Mm-hmm. En dat is ook heel belangrijk. Ja, ik vind dat dan... Nu zijn we helemaal een andere weg aan het inslagen. Maar ik heb dan elke week acupunctuur en shiatsu. Die werken op die banen. Ik ben zo nu nog op zoek naar hoe komt het dat ze elke keer verstoppen. Hè? Hoe komt dat daar filen op komt en dus er is nog werk aan de winkel. Sarah, nog werk, maar aan iedereen... Ja. Bij mij ook, want ik had echt het gevoel van, amai, ik ben hier echt wel goed bezig en het begint te flowen en er komen dingen naar mij toe en ik voel me happy. En ik ging bij haar op de tafel liggen en ze zei, goh, helemaal vast.
En dat was nu net aan de hartbeschermer en zo. Dus, en ik zo, ah, oei. En ze zei, ja, maar het is niet erg, hè. Ik ga dat dan losmaken. En ik voelde effectief daarna van, ah ja, ik zat eigenlijk zo en nu is het terug zo. Ha, ja. En waarom is dat er weer ingeslopen? Dat zijn voor mij ook vraagtekens. Hè? Maar het is een blijvende zoektocht. Ja, ja. Saar, specifiek in het ondernemerschap nu, wat is tot nu toe uw grootste fuck-up geweest? Maar bovenal, wat heb je daar uitgeleerd? Ik denk ja, dat je heel veel tijd investeert in een boek schrijven. Dat je daar echt een jaar op zit te ploeteren en te zweten en te doen. En dat je dan uiteindelijk zoiets hebt van, oh, dat boek belandt dan. Ik heb nu niet over mijn laatste boek, maar The Body Strong Mind, dat was echt wel een boek, ja, waar ik ook heel veel tijd in had gestoken. Ja, en dat belandt dan zo tussen alle andere motivatieboeken. En dan denk ik, oh my god, is dat dan eigenlijk ja, slim? Allee, er komen constant boeken op de markt. Ja, dat was eigenlijk wel, ja, ik vond dat echt wel een dikke fuck-up van, allee jongen, heb ik daar zoveel tijd in gestoken en dan krijg je dat er maar van terug. Dus, ja, dat ik heb daar wel uit geleerd dat ik heel goed moet nadenken van waar precies ik mijn focus ga op leggen. En als je dan een boek hebt geschreven, zal ik nooit meer moe nu, dat je daar echt wel effectief dingen mee doet om dat te blijven ja, in de aandacht te zetten. Dat is wel belangrijk. Niet zo dat je toe van, ik heb het nu gedaan en je trekt er al een plan mee. En, nee, je moet wel echt blijven. Dus nu geef ik ook die energetische workshops. Ik geef heel veel lezingen daar rond. Dus ja, dat blijft wel echt een aspect, dat boek, in mijn verdere activiteiten. Mm-hmm. Ja, Veronique Bokstal zei dat ook. De vrouw van 1 miljoen, ja, zei ze. Hè? Dat boek schrijven, dat was eigenlijk niks. En dan moet je beginnen leuren en sleuren. En eigenlijk ja, de marketing pak dan daarom. Meer tijd in beslag dan het boek schrijven. Maar ja, ja. Nee. Saar, moest je nu subiet gaan wandelen met een hond of met Mille? Ja. En je komt je eigen 18-jarige zelf tegen. Wat zou je je eigen willen meegeven over het leven of het ondernemerschap? Ja, wel heel veel. Zo. Dat ik niet zo onzeker moet zijn. Wat meer ballen hebben, wat meer spreken. Ik ben eigenlijk nog opgevoed in de generatie van wees maar braaf, hè, en doe maar je best, dan zullen ze het wel zien. No fucking way. Sorry voor mijn taalgebruik, maar het is niet zo. Ze komen niet op bij u als je heel goed bent en braaf je werk zit te doen. Nee, je moet zelf in actie schieten, zelf op tafel gaan kloppen, zelf op deuren kloppen, zelf deuren op een kier zetten. Je moet ze daarvoor niet intrappen, want forceren vind ik ook niet zo goed. Maar je moet wel zelf de actie ondernemen. En vroeger, denk ik, in mijn jongere jaren, had ik veel meer zo van, ik doe mijn best en dan zullen ze het wel zien en dan komen ze wel tot bij mij. Nee. Dat wil ik zeggen. Maar dat is te laat, want ik ben nu al boven de 18, boven de 40. Ja, wij zijn even oud, hè. Ik heb zo'n quote. Brave meisjes komen in de hemel, stoute overal. Hè? Ja, zalig. Ja, beter onderhandelen. Ja, dat neem ik mijzelf echt heel kwalijk. Dat ik mijn financiën zo slecht heb onderhandeld. Allee, dat ik echt altijd, dat is goed, ja, prima. Dat ik niet heb gezegd, die heb uitgelachen van, is dat wat je wilt geven? Dan doe ik. Nu stak ik heel hard op mijn streep. Als ze gewoon onder mijn prijs bieden, dan zeg ik gewoon, nee, sorry, ik doe het niet. Ja, ik ga niet onder mijn prijs. Ik doe dat aan geen enkele... Tenzij, als ik zeg van, ja, doe ik het eigenlijk nog liever gratis, omdat ik dan mensen ermee help, dan onder mijn prijs gaan, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Maar dat had ik dus vroeger niet, hè. Dan stond ik niet zo op mijn strepen. Dus, Nee. Saar, je weet dat ik heel veel lees, hè? Onder andere die van u nu. Is er een boek dat jij op mijn te lezen stapel wilt leggen over leven of ondernemerschap?
Ja, ik ben nu wel bezig en dat is niet voor mij, Rijke Pa, Arme Pa. Dat is zo'n boek over iemand die spreekt over dat hem, zijn echte pa was eigenlijk wel een goede vader, maar hij noemt die dan de arme pa. En de vader van zijn vriend noemt hem dan de rijke pa. En het komt er eigenlijk op neer dat zijn echte vader, de arme pa, zegt van studeer maar heel goed, dan kun jij voor een bedrijf gaan werken. En de rijke pa zegt, studeer jij maar heel goed, dan kun jij dat bedrijf kopen. Dat is het verschil. En het gaat eigenlijk vooral over hoe dat je je geld moet investeren. En dat is eigenlijk ook waar ik heel weinig mee ben bezig geweest. Met wat doe je met je geld? Hoe kun je met geld geld creëren? Ja, ik laat het gewoon op de bankrekening staan en eigenlijk door de staat of de inflatie of wat dan ook afpakken. Dat is allemaal heel dom. Maar allee, voor mij is dat wel zoiets van, ah, oké, dat is nu de next step. Oké, er is altijd wel, ja, geld heeft vaak een hele negatieve connotatie. Want ik hoor dat mijn tante zeggen, geld, 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 geld is niet alles wat telt. En waarom zitten ze niet eens zo met geld bezig? En dan denk ik, ja, maar wacht eens even, met geld kun jij wel hele goede dingen doen, hè? Met geld kun jij natuur en bos kopen en beschermen en dan kun jij mensen helpen. En allez, ik bedoel, er is niks mis met geld. Maar uw geld goed investeren is iets ja, dat nieuw is. En voilà, ik leg het op uw stapel. Ja. Rijke pa, arme pa. Merci, merci. Ja. Is er nog iets waar jij naar op zoek bent? Kunnen de luisteraars jou nog met iets helpen? Kunnen de luisteraars mij nog mee iets helpen? Ja, ik ben altijd wel een zoekende persoon geweest. Van wat kan ik de mensen nog aanbieden? Wat is er niet? Wat willen mensen? Dus wat verwachten mensen? Dus als mensen mij daarin kunnen helpen door te zeggen van ja, ik wil eigenlijk dat jij voor mij dat doet, of dat product op de markt brengt, of meer dit of dat doet, dat zou mij wel kunnen helpen, ja. Ja, ik zet ook alle social linkjes in de show notes, dus dan kunnen ze jou bereiken. Ah ja, heel goed, dat is fantastisch. Of linken of Ja, ik ben ook altijd DM'en. iemand die altijd, alleen meestal wel reageert. Als het geen flauwekul is, bedoel ik. Ja, met vragen of zo, ik reageer altijd op berichten. Thank you. Mijn allerlaatste vraagje. Is er nog iemand in jouw netwerk, nog een atypische ondernemer dat jij zou willen nomineren voor de atypische podcast? Ja, ik weet niet of dat jij Pascal Naasens al hebt. Nee, die wil ik wel nomineren. Ja, ik heb daar enorm veel respect voor. Of een Gilles Peters. Een Gilles, allez, Gilles Peters. Eigenlijk ook een weervrouw. Die nu heel veel bezig is met sustainability, met duurzaamheid. Daar ook, denk ik, workshops in geeft voor bedrijven. Dus dat zijn wel twee vrouwen. Ja, dat ik denk van, die zijn goed bezig in mijn ogen. Zo dat. Ik zet ze op het lijstje. Hopelijk Oké. aanvaarden ze de nominatie. We zullen zien. Merci, Saar, Ja. Ja. dat we jou beter mochten leren kennen. En dan zie ik jou snel in real life. Oké, dat is heel goed, Annelies. Ik zie jou snel, hè. Bye. Bye-bye. Dank je wel voor het luisteren. En hoor je me graag bezig en wil je zeker geen aflevering missen? Volg me dan op Spotify of abonneer je via iTunes. Laat daar eventueel ook een review na, want hoe meer atypische zielen in de ondernemerswereld, hoe liever volgens mij. Via Checkpot kan je een recensie geven, dat zou ik mega fantastisch fijn vinden. En heb je liever beeld bij de klank? Abonneer je dan zeker op mijn playlist op het YouTube-kanaal. De show notes kan je vinden via mijn website www.endless.biz/podcast. En Endless is heel atypisch met de A van Annelies. Ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering en hopelijk jullie ook. Tada!